Ineens hoorde ik een beetje commotie in de tuin. En mijn oudste zoon Mees, die, uh, ja, die zag zijn neefje vlakbij een uh, hele grote slang. Het was uh, even schrikken gisteren in Zedam. Daar bleek een slang in een tuin te zitten waar net een kinderverjaardag gevierd werd. De zevenjarige Mees handelde adequaat. Hij zorgde ervoor dat zijn neefje van twee niet gebeten werd. We hadden de hele tuin vol visite, we waren kinderfeestje aan het vieren... En ik was bezig met taartjes in de keuken aan het klaarmaken. En uh, ineens hoorde ik een beetje commotie in de tuin. En mijn oudste zoon Mees, die, uh, ja, die zag zijn neefje vlakbij een uh, hele grote slang. Dit is Mees. En hij wist meteen wat hij moest doen. Hij trok eigenlijk zijn neefje tilde die op en uh, echt al een paar meter ervan af. Maar die rende weer terug. Die dacht, ja ik ben er lekker aan het spelen. Dus hij pakte hem weer op. En uh, ja, toch wel een beetje paniek. En uh, hij wilde gewoon zijn neefje beschermen. Heel goed, want dat heeft hij geleerd bij de scouting. Dat je altijd als je slang ziet dat je afstand moet nemen. Nou ja, goed, toen ging ik dus kijken en uh, inderdaad, die slang. Dus iedereen op afstand. Nadat een poging om de slang te vangen met een emmer mislukte, vluchtte de slang naar de tuin van de buren. Daar verscholen dier zich vervolgens in een barbecue. Het bleek te gaan om een rattenslang. Die zijn niet giftig, maar staan wel bekend als bijtgraag. Een medewerker van de dierenambulance kon de slang uiteindelijk vangen. Moeder Melanie is super trots op Mees. Ja, ook gewoon omdat hij zijn neefje toch uh, bij gevaar weghaalt. Want dat is het. En uh, ja, hij heeft, hij heeft het niet voor niets bij de scouting geleerd. Nou, dat heeft hij toch toegepast gisteren. De slang is meegenomen door de dierenambulance. Het is nog niet duidelijk wie de eigenaar van de exotische slang is.